Hebben jullie het ook gezien? Die Sophie van Galiet? Ja, die moest dat berichtje voorlezen van de VARA, van Bier en VARA, die secte, weet je wel. En die moest voorlezen dat ze dus, dat de Galiet voorlopig niet op tv kwam. Nee. Nou, dat was geen nieuws natuurlijk. Dat wist iedere mafketel. Die wist al lang dat dat natuurlijk niet gaat. En dat maar er stond nog wel bij. Nee, we gaan nog wel even bekijken hoe het in de toekomst moet met de Galiet. En hup, gelijk ander onderwerp, werd niks meer gezegd. Dus Sophie van Galiet, een mondje dicht en hoe gaan we nou gauw over iets anders? Heb je dat gezien? En een paar weken geleden, weet je nog? Nou, toen zat ze in het allerdiepste dal. En toen wist ze niet hoe ze maar moest vertellen hoe erg het was dat haar Galietje niet meer bij haar zat. En noem het allemaal maar op. En Hanneke Groentema ook, de lieve, was zo lieverd, de Galiet. Ja. En nu hebben wij de tape gehoord, vrienden. Ja, heb je hem ook beluisterd? Bij de mensen van Geen Stijl. Ja, nou zeg. Hey, dat was even 24 minuten prettig luisteren. En ja, dan kom je erachter gewoon hoe het zit. Een beetje, ja. Ik bedoel, hij is onbetrouwbaar. Dat is het woord wat bovenkomt als je luistert naar die Galiet, ja. Want hij, hoe je bent of keert, hij mocht kiezen van Peter R. Peter R. zei, nou ja, het is dus of je hebt iemand opgelicht, hè, die cliënt van ons, of je hebt dus iemand in het gevangeniswezen omgekocht. Nou, kies maar. Nou, hij had in ieder geval niet iemand opgelicht. Nou, toen bleef het omkopen over dan. Ja, dat bleef staan. Ja, en die deken van die advocaten, die vond het allemaal goed, dan laat het allemaal maar lopen. Nou, en de VARA, die denkt alleen maar van, nou, misschien kan Galietje wel weer terug op tv. Nou vrienden, ik ga je wel één ding zeggen. Ja, als dit hele verhaal op die tape, als dat iemand was geweest, een beetje een rechtse politicus, ja. Dan had je BNN, VARA, deze secte, die had je eens moeten horen. Oh man, de wereld was te klein geweest. En dan waren ze er vol in gegaan. En wat een schande. En dit kan toch allemaal niet. En nu is het een sectelid zelf. En nou is het... mondje dicht. Ja, nee, we gaan wel even kijken voor de toekomst. Ach. Vrienden, BNN, VARA, ja. Ik heb er ooit zelf gewerkt, dat vertellen jullie mij steeds. Maar ja, het is, en dat is het nu wel, een eng clubje.